Haar naam is Suzanne Peltz. Ze wacht voor de deur. Kelvinstraat. Nummer 27. Kelvinstraat, dat is hier rechts. Oh, dank je. Is het dringend? Haar vriendin is erg over de stoeren, dus ga maar met je gebruikelijke tak te werken, Ronnie. Dan komt dat vast wel goed. Juffrouw Peltz? Ja, ben ik. U heeft gebeld? Ja, het is Jo. Ze zit erboven. Ze gaat helemaal door het lint. Wil ze uit het raam springen? Oh, ze is overal toe in staat. Ze staat al 3 dagen droog. Oh, een junk. Eerste verdieping? Nee, tweede. Je hoeft maar op het lawaai af te gaan. Blijf in de buurt, ja. Kruislaan, kom uit voor 10:12. Zeg maar, Lucie. Het is een hoerenkast. We zijn ter plaatse en we gaan naar boven. De kamer op de tweede verdieping. Dankjewel, 10:12. Je kan ook buiten onder het raam gaan staan om haar daar op te vangen. Jezus, dat is benzine. Is dit een drugsinval? Dan ben je 3 dagen te laat. We willen je alleen maar helpen. Ik heb geen hulp nodig, dat is voorbij. Ga weg! We werden gebeld door het meisje beneden, Suzanne. Die maakt zich zorgen over je. Blijf staan of ik steek hem aan. Ik zweer het, ik steek hem aan. Lucie, hou op. Jo. Of dacht je van niet soms? Kun je het niet ruiken? Of dacht je dat ik zo onder de douche vandaan kwam? Huh? Doe die aansteker weg, Jo. Kom op. Ga weg. Ga mijn kamer uit. Donder op. Donder op! Hij mag gaan. Ik blijf. Oh, wil je blijven kijken? Wil je blijven kijken? Nou, je mag van mij blijven kijken hoor. Blijf maar kijken. Blijf maar kijken. Nee, ik wil even met je praten, Jo. Je kan toch nog wel even wachten? Ik was er klaar voor, verdomme. Hij gaat en ik blijf. Is dat goed? Nico had hij moeten zijn. Niet jullie. Nico had hij moeten zijn. Schiet op. Ik krijg er niet kalm als je er staat aan te gapen. Ik zou maar naar buiten gaan als ik jullie was. We kunnen hier elk moment brand krijgen. Kruislaan, kom uit voor 10:19. Zijn er problemen, Ronnie? Kunnen we hier de brandweer krijgen en een ambulance? De dame speelt met een aansteker en benzine. Lucie is binnen en doet haar best. Laat mij maar zo lang op die aansteker passen, Jo. Kom. Zitten. Op de vloer, zitten. Nee, zitten. Die kut van een Suzanne. Die is alleen maar bezorgd over je en ongerust. Die geeft kennelijk om je. Hè, anders had ze ons niet gebeld. Daarom zijn we ook gekomen. Wij geven ook om jou. Laat me niet lachen. Om mij? Ik weet niet eens wie ik ben. Hoe heet ik? Jo? Johanna? Jo. En verder. En jij geeft om mij? Stomme trut. Ik mag geen zelfmoord plegen. Ik mag geen zelfmoord plegen. En daarom ben je... Hé! Hey. Ik ben verslaafd, maar ik ben niet gek, hè? Ik had het voor mekaar, weet je. Ik had het voor mekaar. Jij komt de boel verzieken. Wie ben je? Ken je niet? Ik heet Lucie. Lucie? Dat is een saaie naam. Ben je saai, Lucie? Heb je een saai leven? Dat gaat wel. Nou, ga je mee dan? Hoogstens naar de kroeg. Ja, een pilsje drinken zeker. Of is het een glaasje prik? Ja. Daar zie je wel naar uit. Maar dan zonder de prik, hè, Lucie? Wat drink jij dan, Jo? Champagne natuurlijk. Champagne. Ah nee, daar hou ik niet zo van. Nico, godverdomme, waar ben je? Nee, ik hoef hem niet ook.
Ik hoef niks meer. Daar gaat het om. Ik heb het voor mekaar. En het zal mijn zorg zijn of je erbij bent. Jo, wacht even, alsjeblieft. We zouden nog eventjes praten. Dat zouden we helemaal niet. Met praten verandert er niks. Kijk, hier verander je iets mee. Jo, alsjeblieft. Blijf zitten. Zitten! Oké. Ik zit. Ik verroer me niet. Alsjeblieft, wacht nog even, ja? Hé, zal ik een kop koffie zetten? Ik blijf uit je buurt, heus. Nee! Ik weet het weer. Ik weet wie je bent. Je bent de dochter van Carla van Nispen, de wethouder. Wat een brein. Zou die regisseur moeten maken? Junkie dochter van wethoudster achter het raam. Zo'n soort kop was het toch? Of lees je dat soort blaadjes niet? Dat was toch in Groningen? En nu woon je hier? Ja, in ons vak gaat het op Penny. Hé, Nico? Is Nico je vriend of... Wat ben jij toch een stomme trut, Lucy? Nico zorgt voor mij en ik zorg voor de klanten. Betaalt hij je in drugs? Nou, dat is kort genoeg werk. Maar de laatste tijd is hij niet veel. En dan laat hij me wachten. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen. Domme 3 dagen. Dan betaal je maar terug of geef je met een goed mond zonder een zorg zijn. Iedereen gaat eruit tot we die geflikte tand in de hand hebben. Je denkt dat het zoiets is als kiespijn. Maar ik kan niet zonder. Ja, omdat je je beroerd voelt en in de steek gelaten. Je bent boos, maar... Hoe weet jij hoe ik me voel? Heb jij het meegemaakt? Nee, maar ik heb er genoeg gezien. Oh, en daarom heb jij er verstand van. Nee. Nee, precies. Niemand heeft er verstand van, alleen als je er geweest bent. En ik ben er. Godverdomme nou en of ik ben er. Het voordeel met cocaïne is dat je er vanaf kunt. Kom me niet aan met dat stomme boekje, trut. Dan ging ik dat niet gelezen had. Laat het toch op. Ik probeer je te helpen. Ik weet wat jij aan het proberen bent. Je zit te wachten en je houdt me aan de praat tot je vriendje terugkomt. Met je andere vriendjes. En dan vallen ze hier binnen. Is dat wat jullie van plan zijn? Niemand komt hier binnen als jij dat niet wilt, Jo. Dat beloof ik je. Maar 1 seconde nodig. Hoor je? 1 seconde! 1 klik! En geen mens die me tegenhoudt. Dat is een mooie aansteker. Ja. Universiteit. Cadeautje. Ik heb er mijn eerste sticky nog mee aangestoken. Ik wou altijd naar de universiteit, maar ik was niet goed genoeg. Geluksvogel. Zo dacht ik er niet over. Nee. Jij zette je schouders eronder en ploeterde voort. Hé, Lucy? Dat ben jij, hè? Aardse ploeteraar. En dit? Dit is allemaal te groot voor jou. Leven en dood. Allemaal bullshit. De kleine dingetjes. Zeggen ze dat nooit tegen je? De kleine dingetjes. Zorg dat de kleine dingetjes in orde komen. Dan lost het grote werk zichzelf wel op. Nee. Nee? Nee? Oh, wacht dan maar tot 's morgens opstaan een enorme klus wordt. Of je aankleden. Dat is je vandaag toch gelukt? Ja. Omdat vandaag de grote dag is. Lucy. Nico, waar ben je? Hij wil niet kijken. Hij wil het niet zien. Hij knijpt hem. Jij knijpt hem ook, hè? Lucy? Je bent bang, hè? Ik ben bang om jou, Jo. Leugenaar! Ik ben maar een junk, hoor. Je wil alleen niet zien hoe Johanna van Nispen er een eind aan maakt.
Je wil het niet zien, je wil het niet horen, je wil het niet ruiken, dat is alles. En ik hoop dat het voor eeuwig in je hersens brandt. Zodat je het mijn moeder kan vertellen. En Nico en de hele rotrest. Hoe Joden het er eens uittrekt. Startrut! Ik probeer je alleen maar te helpen. Nee, nee, je probeert me tegen te houden. Dat is wat anders. Dat zal niet gaan. Zo. Ik ben er klaar voor. Woef. Jij ook, Lucy? Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wacht, er is iemand op de gang. Nico. Nico, ben jij dat? Is dat politievriendje van je? Nee, dat heb ik toch beloofd. Misschien is het Nico wel. Nico, kom maar kijken. Misschien heeft hij wel iets voor je bij zich. Dat wou je toch? Dat hoef ik niet meer. Praat dan eventjes met hem. Doe de deur open. Is die van jou? Gooi haar eruit. Ik wil er niet bij hebben. Kom op, gooi haar eruit. Dan moet ik die spullen opzij schuiven. Kan me niks schelen. Kom op. Molly. Molly, ik wil je er niet bij hebben. Molly. Hey, heb je niet iets te eten voor haar? Volgens mij heeft ze honger. Wat doe je? Ik probeer bij die poes van je te komen. Ze zit helemaal daarachter. Misschien moeten we er lokken. Zei je niet dat je iets te eten voor haar had? Weet ik niet. Heb je er al lang? Een jaar. We zijn hier samengekomen. Twee zwervers. Wat moet ze nou doen zonder jou? Ach, katten redden zich prima. Nou, niet in deze buurt en niet zo jong als ze is. Je redt het nog geen week. Hey, zei je niet dat je iets te eten voor haar had? Daar. God, gooi haar eruit. Ik wil er niet bij hebben. Molly. Molly, ik wil je er niet bij hebben. Verdomme. Molly. 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 Ze denkt dat jij Nico bent. Daarom komt ze nu niet uit. Nico schopt er. Wat doe je? Ik zoek een blikopener. Je hebt je kans gemist. Je had er vandoor kunnen gaan. Ik heb toch gezegd dat ik blijf? Waarom? Wil je me dood zien gaan? Waarom bemoei je ermee? Iedereen bemoeit zich er altijd meer mee. Molly! Waarom bemoeit iedereen zich daarmee? Houdt ze van tonijn? Mijn kat is er dol op. Dat is het verkeerde bordje, stomme trut! Oh, welke dan? De blauwe op de vloer. Foei poes, stoute poes, en is er dan geen schande dat jij je van je velletje zo lelijk hebt verbrand. Foei poes, stoute poes, en is er dan geen je mooie velletje lelijk hebt verbrand. Zo, alweer punten. Hoe is de situatie? De deur ging even open, toen weer dicht. Ik kreeg geen kans. Ik geloof dat hij op slot is gedraaid. Jezus. Is het pand ontruimd? Ja, meneer. Gaan we inbreken? Over het balkon. Nee, dat is te link. We geven Lucy nog 10 minuten. Mooie poes ben jij. Poes Molly. Als die oude Timmy van mij jou zou zien, dan zou die helemaal uit zijn bol gaan. Prachtige poes, joh. Ik dacht dat ik voor een kat kon zorgen, maar deze? Hé? Wat? Deze wil bij jou zijn. Zet haar naar buiten. Je hebt de deur op slot gedaan. Ze wil helemaal niet naar buiten. Ze wil jou. Ik weet wat jij aan het proberen bent. Ze heeft je nodig. Het is maar een kat, hoor. Katten hebben niemand nodig. Waarom moet ze dan weg? Wat kan het je dan schelen of ze hier is of niet? Blijf staan.
Gooi haar naar buiten! Doe het zelf maar. Leg haar maar uit waarom. Waarom jij er tussenuit knijpt en waarom zij dood moet. En waarom je er in de steek laat. Het is toch maar een kat? Kom maar. Nico. Wat moet je toch met die Nico? Kom dan. Het is toch alleen maar een pooier en een junk? En een dealer? Je zegt toch zelf dat ik met hem moet praten? Omdat ik dacht dat hij het enige was waar jij voor leefde. Ik dacht dat jij een geflipte junk was. Die niks meer over had, niks meer te bieden. Maar dat is toch niet zo, hè? Dat zag ik toch verkeerd. Ben je gestoord? Daarin dat ik wou leven voor een kat, waar zie je me vooraan? Een gestoorde oude vrijster? Wou je mijn kamer vol met katten zetten? Joop? Jezus, Joop? Ik heb nog een katje voor je. Jo, de kattenvrouw. Een voorbeeld voor ons allemaal. De doop kost haar 1000 in de week. En dat spendeert ze nu aan kattenvoer. Je geeft toch om haar? Ga je mond wassen. Er zit bloed op. Blijf van het gordijn af. Heb jij wel eens een verbrand lichaam gezien, Jo? Er is niks moois aan. Helemaal niks. Als je een signaal wilt afgeven, dat heeft niemand in de gaten. Heb je daar wel eens aan gedacht? Weet je dat wel? Jouw lijk in bed, verbrand. Dat is een ongeluk. Ongeluk? Ja, dat maken ze ervan. Met dit een ongeluk? Ja, wat dacht je? Je familie die zal het bevestigen. Ja, je moeder is toch een belangrijke dame? Ze zullen maar al te graag doen alsof. Maar ze zullen het weten. Ze kunnen doen alsof wat ze willen, maar ze zullen het weten. De mensen geloven wat ze willen geloven, Jo. Hey, we kunnen je zo in een afkikcentrum krijgen, zonder enig probleem. En dan... Dat heb ik al eens geprobeerd. Dat is niks voor mij, een afkikcentrum. Ja, misschien is dat een kwestie van motivatie. Om te winnen dan moet je kunnen vechten en jij kan vechten. Anders zou je daar niet staan. Wat heb je daar? Laat zien. Wat heb je daar? Stomme padvinster! Doe weg dat ding! Je zal het ook nooit opgeven, hè? Je bent net als de anderen. Gewoon maar zitten kletsen en proberen totdat jij je gelijk krijgt. En dat je krijgt wat je wil. En niet wat ik wil. En wat wil je dan, hè? Egoïstische trut? Hè? Dacht je dat ik jouw soort niet al 100 keer had gezien? Altijd net niet genoeg pillen en net niet genoeg bloed omdat ze het niet echt willen. Alleen maar om aandacht bedelen. Hou je bek. Nou, waar wacht je nou op? Hè? Je hebt nou toch je publiek? Hou je bek! Hou je bek. Doe dan, Trent, doe het dan! Steek jezelf in de fik en neem het hele huis mee en maak een einde aan het enorme probleem van je. Godsamme zeg, het is toch zo verschrikkelijk allemaal? Hè? Oh, die verschrikkelijke ouders die de hele wereld op een gouden dienblad aangeven. En je zo verschrikkelijk onder druk zetten. Dan zal ik jou eens vertellen wat echte druk is. Dat is een vader verplegen die verwoest wordt door kanker. Dus toekijken hoe die langzaam opgevreten wordt van binnen. En dat hij zo langzaam wegteert dat je hem uiteindelijk gaat haten omdat hij verdomme maar niet dood wil gaan. Ik heb jou niet gevraagd om hier te komen. Donder op! Schiet op! Daar ligt de sleutel. Ik heb niemand nodig, hoor. Ik heb niemand nodig. Kom.
eruit. Kom eruit. Au. Kom. Au. Kom. Kom erdoor. Kutwijf. 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 Kalm maar, Jo. Het is voorbij, stil maar. Nou, toen. Ik wou het echt doen. Ja, natuurlijk, dat weet ik toch. Ik ben niet als die andere. Ik wou het echt doen. Ja, dat weet ik. Stil nou maar. Nico zei dat ik het niet durfde. Nico moest er altijd om lachen. Hij heeft je gedumpt, hè? Nee, het komt allemaal goed, echt waar. Je hoeft het echt alleen maar te willen, echt waar. Ik weet niet eens wat ik moet doen. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet eens hoe ik vanavond moet halen. Hey, we vinden er wel wat op, echt waar, heus. Vertrouw me dan maar. Hey. Wat is dat? Oh, dat is mijn radio. Wacht, ik zal hem even wat zachter zetten, zo. Bedoel je dat ze de hele tijd hebben meegeluisterd? Hebben ze de hele tijd meegeluisterd, je vriendjes? Nee. Wij kunnen hun horen, maar zij kunnen ons niet horen als ik niet het knopje ingedrukt heb. Ze hebben de hele tijd meegeluisterd, hè? Nee, joh, dat hebben ze niet. Ze hebben geluisterd en ze hebben geknippeld. Ze lachen erom. Nee, joh. Ze lachen erom, net als jij, of niet soms. Nee. Het kan ze geen reet schelen, het kan jullie geen reet schelen. Jo, nee! Ja. Laat mij er dan heen! Laat me los! Kom! De deur zit op slot! Ronnie! Ronnie! Ja, laat mij! Nee, Brigadier, niemand weet wat ze erboven uitvoeren. De hoofdinspecteur is buiten. Als we over een paar minuten nog niks horen, dan gaan we erin.
Haar naam is Suzanne Peltz. Ze wacht voor de deur. Kelvinstraat. Nummer 27. Kelvinstraat, dat is hier rechts. Oh, dank je. Is het dringend? Haar vriendin is erg over de stoeren, dus ga maar met je gebruikelijke tak te werken, Ronnie. Dan komt dat vast wel goed. Juffrouw Peltz? Ja, ben ik. U heeft gebeld? Ja, het is Jo. Ze zit erboven. Ze gaat helemaal door het lint. Wil ze uit het raam springen? Oh, ze is overal toe in staat. Ze staat al 3 dagen droog. Oh, een junk. Eerste verdieping? Nee, tweede. Je hoeft maar op het lawaai af te gaan. Blijf in de buurt, hè? Kruidwagen, kom uit voor 10:12. Zeg maar, Lucie. Het is een hoerenkast. We zijn ter plaatse en we gaan naar boven. De kamer op de tweede verdieping. Dankjewel, 10:12. Je kan ook buiten onder het raam gaan staan om haar daar op te vangen. Jezus, dat is benzine. Is dit een drugsinval? Dan ben je 3 dagen te laat. We willen je alleen maar helpen. Ik heb geen hulp nodig, dat is voorbij. Ga weg! We werden gebeld door het meisje beneden, Suzanne. Die maakt zich zorgen over je. Blijf staan of ik steek hem aan. Ik zweer het, ik steek hem aan. Lucie, hou op. Jo. Wat dacht je van niet soms? Kun je het niet ruiken? Of dacht je dat ik zo onder de douche vandaan kwam? Huh? Doe die aansteker weg, Jo. Kom op. Ga weg. Ga mijn kamer uit. Donder op. Donder op! Hij mag gaan. Ik blijf. Oh, wil je blijven kijken? Wil je blijven kijken? Nou, je mag van mij blijven kijken, hoor. Blijf maar kijken. Blijf maar kijken. Nee, ik wil even met je praten, Jo. Je kan toch nog wel even wachten? Ik was er klaar voor, verdomme. Hij gaat en ik blijf. Is dat goed? Nico had hij moeten zijn, niet jullie. Nico had hij moeten zijn. Schiet op. Ik krijg er niet kalm als je er staat aan te gapen. Ik zou maar naar buiten gaan als ik jullie was. We kunnen hier elk moment brand krijgen. Kruislaan, kom uit voor 10:19. Zijn er problemen, Ronnie? Kunnen we hier de brandweer krijgen en een ambulance? De dame speelt met een aansteker en benzine. Lucie is binnen en doet haar best. Laat mij maar zo lang op die aansteker passen, Jo. Kom. Zitten. Op de vloer, zitten. Nee, zitten. Die kut van een Suzanne. Die is alleen maar bezorgd over je en ongerust. Die geeft kennelijk om je. Anders had ze ons niet gebeld. Daarom zijn we ook gekomen. Wij geven ook om jou. Laat me niet lachen. Om mij? Ik weet niet eens wie ik ben. Hoe heet ik? Jo? Johanna? Jo. En verder. En jij geeft om mij? Stomme trut. Ik mag geen zelfmoord plegen. Ik mag geen zelfmoord plegen. En daarom ben je... Hé! Hey. Ik ben verslaafd, maar ik ben niet gek, hè? Ik had het voor mekaar, weet je. Ik had het voor mekaar. Jij komt de boel verzieken. Wie ben je? Ken je niet? Ik heet Lucie. Lucie? Dat is een saaie naam. Ben je saai, Lucie? Heb je een saai leven? Dat gaat wel. Nou, ga je mee dan? Hoogstens naar de kroeg. Ja, een pilsje drinken zeker. Of is het een glaasje prik? Ja. Daar zie je wel naar uit. Maar dan zonder de prik, hè, Lucie? Wat drink jij dan, Jo? Champagne natuurlijk. Champagne. Ah nee, daar hou ik niet zo van. Nico, godverdomme, waar ben je? Nee, ik hoef hem niet ook.
Ik hoef niks meer. Daar gaat het om. Ik heb het voor mekaar. En het zal mijn zorg zijn of je erbij bent. Jo, wacht even, alsjeblieft. We zouden nog eventjes praten. Dat zouden we helemaal niet. Met praten verandert er niks. Kijk, hier verander je iets mee. Jo, Jo, alsjeblieft. Blijf zitten. Zitten! Oké, ik zit. Ik verroer me niet. Alsjeblieft, wacht nog even, ja? Hey, zal ik een kop koffie zetten? Ik blijf uit je buurt, heus. Nee! Ik weet het weer. Ik weet wie je bent. Je bent de dochter van Carla van Nispen, de wethouder. Wat een brein. Zou die regisseur moeten maken? Junkie dochter van wethoudster achter het raam. Zo'n soort kop was het toch? Of lees je dat soort blaadjes niet? Dat was toch in Groningen? En nu woon je hier? Ja, in ons vak gaat het op, Penny. Hé, Nico? Is Nico je vriend, of... Wat ben jij toch een stomme trut, Lucy? Nico zorgt voor mij en ik zorg voor de klanten. Betaalt hij je in drugs? Nou, dat is kort genoeg werk. Maar de laatste tijd is hij niet veel. En dan laat hij me wachten. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen. Domme 3 dagen. Dan betaal je maar terug of geef hem met een goed mond, zal er een zorg zijn. Iedereen gaat eruit tot we die geflikte tand in de hand hebben.